luisteren, dat ik weer een nieuwe video maak, want vandaag is het tijd voor een nieuwe setup video. Hier hebben we de PlayStation 4 simpel console. Hier ga ik veel plezier mee hebben, denk ik. Hopelijk toch. En ja, het is een klein consoletje tegenover andere PlayStations natuurlijk. Maar ja, makkelijk om mee te nemen natuurlijk, ergens naartoe of zo. Maar ja. En dan hebben we hier het beeldscherm waarmee dat ik game en mijn gamevideo's natuurlijk opneem. Dat is een Samsung... dat is een Samsung SD3300. Dat is een 24-inch scherm. Het is 61 centimeter groot. Het is van Samsung en het heeft een LED monitor. Dus heel goed zichtkwaliteit moet ik zeggen. En dan ga ik op. En zou ik zeggen op naar het volgende beeldscherm. Want ik heb er twee. Dan hebben we hier de Samsung Sin Master 913N. Dit is een beeldscherm waarmee ik anders mijn kanaal check en zo. Maar nu kan ik met deze PC. Het is een computer deze. Dat is gewoon een PlayStation aankoppeling. Maar dit, hiermee kan ik dus mee chatten of andere dingen doen. Mijn YouTube kanaal checken of andere dingen. Wat ik wil dus tijdens opnames of zo. En ik ben er vrij content over. Dus op naar het volgende product. En dit is de Samsung. Dit is de Prim Info of zoiets. Weet ik veel voor een computer dat is. Het is in ieder geval een computer. Ik zal jullie even de tekst laten zien. Misschien weten jullie het meer over. Zo. Het is ook een Windows 10 Pro. Dus hier mee doe ik dus alles. En dan nog meerdere dingen. En dat is zo duidelijk gedaan. Oké, en dan heb ik hier mijn controller. En waar dat ook mijn headset aan zit, wanneer ik dus praat. Voor de communicatie natuurlijk. Dus nieuwe controller uiteraard. Nieuwe PlayStation, nieuwe controller zou ik zeggen. Er zit er ook Splinter nieuw uit. Het is mijn controller. Hiermee doe ik alles. En dan op naar het volgende product. Dit is mijn headset. En hiermee doe ik dus jullie de communicatie in alle video's en livestreams. En later zal er misschien nog een ander product voor communicatie komen. Op naar het volgende product. Het is veel anders. Weer naar computer. Oké. Dit is mijn toetsenbord, maar wat het vreselijke aan mijn toetsenbord is, is dat het dit doet. Dus jullie horen het, niet klagen in de video's, dat is mijn toetsenbord, dat ik op mijn PC bezig ben. Dus dat wil ik jullie even melden, dat de video's die in het weekend worden geüpload, dat die dus dit soms geluid hebben. Dat is mijn PC, oké? En dat hebben jullie het misschien al gezien. De muis. Dit is de Com-muis. Ook nog nooit van gehoord. Hij doet het perfect. Hij gaat ook natuurlijk mee op het computerscherm. Dit was het dan.